Je zit de gelukkigste man van Nederland. Voorlopig wel, ja. Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat voelt... Ik wist het al een tijdje, want het was van tevoren bekendgemaakt en ik moest dan vervolgens mijn mond houden. Maar het voelt lekker. Het voelt als een grote erkenning. En, de grootste erkenning blijft nog steeds als het publiek komt en als mensen het liedjes mooi vinden. Maar het is een erkenning van de mensen uit het vak. Er zijn muziekjournalisten en radiomakers en mensen die echt vakmatig met muziek bezig zijn. En dat is dan toch wel, ook wel heel speciaal. En het is de hoogste prijs van Nederland, dus ja, dat is niet gek. De jury spreekt van plezier, talent en vasthoudendheid. En ik voeg daar graag zeer sympathiek aan toe. Dames en heren, een gouden haren voor Gerard van Maasakkers. Donderdagavond ontving Gerard van Maasakkers uit handen van Guus Meeuwis een gouden harp voor zijn gehele oeuvre. Heb je het een beetje gevierd? Ja, het was laat gisteravond. Het was erg laat. Ten eerste natuurlijk het concert, waar al heel feestelijk was, moet ik zeggen. Met Karel Krajinov op bandoneon en Metropoolorkest en Guus Meeuwis die mij de prijs gaf. En daarna... dan is het uitgebreid borrelen en een soort receptie en feest en dat is heerlijk. En dus ik lag om 3:30 in bed. Ik vertelde aan ons moeder vorige week dat ik deze prachtige prijs zou krijgen. En toen zei ze, jongen, denk eraan dat je niet lang zo'n schoen gaat lopen. Ik zei, moeder, dat zal niet gebeuren. Zeg, want het begint pas. Er moet nog veel gedaan worden. De lucht zit nog vol dagen. Dankjewel. Vrijdagmiddag rond 5 was Gouden Gerard weer thuis in Budel. Heb je veel reacties gehad? Ja, we zijn net thuis, want we zijn daar in de buurt blijven slapen. Maar ik open net, ik zet mijn computer aan en ik zie 160 mailtjes. Dus ik denk, oei, er zijn al veel. Dus we zien wel. En heel veel sms'jes en... en bloemen enzovoort. Dus ongekend. Blijft er nog één vraag over. Hoe ziet hij er nou eigenlijk uit, die gouden harp? Dit is het doosje. Guus Meeuwis had ook een doosje, maar van 2 jaar geleden. Maar dat was gewoon de grootte van een doosje waar machetknopen in zitten. Dus dit is al heel groot. En het speldje zit er veilig in verborgen. Komende maand blijft het feest in Huizen van Maasakkers, want eind van de maand viert de zanger zijn 60ste verjaardag en verschijnt er een biografie over hem.